God can do miracles through me. When I speak, he divides the sea. God can do miracles through me. Oké, nou, welkom weer iedereen bij de vijfde avond Bijbelstudieserie Ontvangen van God. En eigenlijk gaat het over wat allemaal voor belemmeringen in ons denken zitten die ons verhinderen om van God te ontvangen. Want God heeft het ons allemaal al gegeven. Aan hem ligt het niet. Wij hoeven niets te doen om te proberen hem over de brug te halen, om hem te motiveren om iets te doen of iets te geven. Daar had hij onze smeekbeden niet voor nodig. Hij keek naar ons, zag het probleem en gaf de oplossing. En in 2 Petrus staat ook een hele mooie tekst. Of 2 Petrus 1, vanaf vers 3. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons en heeft is voltooid verleden tijd. Heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus alles heeft God al geschonken. Alles wat we voor het leven nodig hebben. Voor het leven en de godsvrucht. Dus ja, dat zou je kunnen interpreteren. Gewoon de dagelijkse dingen van het leven die we nodig hebben. En de godsvrucht ook nog voor een goddelijke kwaliteit van leven. Want je kan een gewoon leven hebben, maar je kan ook een goddelijke kwaliteit van leven hebben. En Petrus zegt, zijn goddelijke kracht heeft ons dat allemaal geschonken. En hoe wordt ons dat eigen? Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en door zijn deugd. Dus je ontvangt het eigenlijk door het kennen van hem. En kennen is meer als alleen maar op de hoogte zijn van zijn bestaan. En zijn naam weten en de juiste aanspreektitel weten. Het kennen van hem gaat echt over een persoonlijke relatie aangaan. Een persoonlijke verbinding met Jezus aangaan. Dus God heeft het allemaal al geschonken. Waarom hebben wij het dan zo moeilijk om te ontvangen? Nou, er zitten allerlei dingen in ons denken die ons dwars zitten. Uitgebreid gehad over hoe de wet, hoe allerlei normen die je zelf oplegt, waar je aan zou moeten voldoen, je in de weg kunnen staan, omdat je namelijk niet lukt om eraan te voldoen. En we hebben de vorige les zijn we ook begonnen met wat is dan wel de rol van zonde en wat is niet de rol van zonde. Omdat over het algemeen traditioneel wordt voorgesteld dat vanwege onze zonde en onze gerechtigheid God of niet bereid is om het ons te geven of niet in staat is om het ons te geven. En we hebben al duidelijk gemaakt, nee, aan God ligt dat niet. Als God niet bereid en niet in staat was om ons te geven vanwege onze zonde, had hij niet Jezus kunnen geven. Omdat hij ons met Jezus gewoon alle dingen geschonken heeft. Dus ja, hij heeft Jezus gegeven voor zondige mensen. Voor mensen die het allemaal niet goed doen. Of een heleboel dingen niet goed doen. Of niet alles goed doen. Of weet ik veel wat allemaal. Bij God ligt het niet aan. Maar het belemmert ons om te ontvangen. En ik heb nog een beetje aangegeven dat eigenlijk is de kern van iedere zonde, het wezen, is niet op de eerste plaats de ongehoorzaamheid, maar het wezen is op de eerste plaats gewoon je God niet kennen. Gewoon niet weten wie hij is. Want iemand die weet dat mijn God in al mijn behoeften en al mijn problemen voorziet naar zijn heerlijkheid en zijn rijkdom, die hoeft niet te stelen, die hoeft zich geen zorgen te maken, die hoeft niet in de stress te zitten, die hoeft niet. Die kan ook vrijgevig zijn. Want omdat je weet, mijn God voorziet in alles wat ik nodig heb, ik kom niets tekort. Dus iemand die zijn God kent, echt wezenlijk kent, komt eigenlijk vanzelf tot het gedrag wat daarbij hoort. En eigenlijk is het wezen van iedere zonde je God niet kennen. Want daarom doe je dingen om op je eigen manier aan je behoeftes te voorzien. Is het niet goedschiks, dan is het wel kwaadschiks, bij wijze van spreken. Maar in die zin is zowel de mensen die alles heel netjes en braaf doen, en alles volgens de regeltjes en volgens de normen doen, maar buiten God om, zijn geen haar beter en kennen God net zo min als diegene die het zegt van, nou ja, op de normale manier gaat het niet, dan maar op de illegale manier. Dat is eigenlijk geen, want allebei vertrouwen ze niet op God en allebei kennen ze hun God niet.
Dus je bent eigenlijk er niets mee opgeschoten. Dus dat, omdat dat zo het wezen van zonde is, is het volgende probleem wat eruit voorkomt, en daar heb ik ook vorige keer mee begonnen, is dat het zondigen jou een belast geweten bezorgt. En daar is het hele Nieuwe Testament heel duidelijk over, dat je met een belast geweten of een verontreinigd geweten of een beschadigd geweten niet in staat bent om in geloof te staan. Op het moment dat jouw geweten jou aanklaagt of het is beschadigd of het is verontreinigd of geschroeid of gebrandmerkt, er zijn allerlei termen voor, een hele reeks termen waar Paulus het steeds heeft over iets wat er aan de hand is met je geweten. En als je dat bestudeert, dan zie je dat het altijd in binnen één regel staat, zo niet dezelfde regel met geloof. Dus geweten en geloof zijn echt bijna altijd onmiddellijk met elkaar verbonden. Dus de conclusie is, op het moment dat jouw geweten jou aanklaagt, is het heel moeilijk voor jou om in geloof te staan. En geloof heb je nodig om te kunnen ontvangen. Want de dingen die je van God wil ontvangen, zijn niet de dingen van deze wereld. Dat is niet wat je ziet met je zintuigen. De dingen die je van God wil ontvangen, komen uit de geestelijke wereld. En je moet geloof hebben om ze te kunnen manifesteren in deze wereld. En daar zijn we eigenlijk ook voor gemaakt. Daar zijn we voor geschapen om dat te doen. Maar een belast geweten zorgt ervoor dat je dus heel moeilijk in geloof kan staan. En dat is het proces waar, wat de belemmering is. Dat is een probleem bij veel christenen, dat men denkt dat de Heilige Geest en het geweten hetzelfde is. Of op één lijn. Of men denkt dat alles wat je geweten je vertelt de Heilige Geest is. Maar dat is helemaal niet zo automatisch. Paulus zegt ergens in Romeinen van ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Dat zegt mijn geweten en de Heilige Geest getuigt met mijn geweten mee. Zegt Paulus daar in die tekst. Met andere woorden, Paulus maakt zelf ook een onderscheid tussen je geweten en de Heilige Geest. Het zijn twee verschillende dingen. En in dit geval, bij Paulus, staan ze op één lijn. Dus de Heilige Geest en het geweten zijn op de eerste plaats zijn twee verschillende dingen. Ze kunnen op één lijn zijn, maar ze kunnen ook voorkomen tegenover elkaar staan. Jouw geweten kan jou leiden in dingen waar de Heilige Geest je never nooit in zal leiden. Want jouw geweten is een functie van je ziel. En eigenlijk functioneert dat door voortdurend tegen jou te zeggen, nou, dit is wel oké, en dit is niet oké, en dit is wel oké, en dat is niet oké, en dit is wel goed, en dat is niet goed. En net zo goed als jouw geweten je kan leiden op het moment dat jouw besef van goed en kwaad zuiver is, en een overeenstemming met het goed en kwaad van God, heb je er wat aan. Maar het kan ook helemaal fout zijn. Het kan ook zijn van, nou ja, wat die persoon nu tegen mij gedaan heeft, geeft mij nu het volste recht om hem in elkaar te slaan. Of ik ken iemand die zelfs besloten had om echt een pistool gekocht heeft om iemand te vermoorden. En in zijn geweten van overtuigd was dat hij het volste recht had om dat te doen. En hij is het huis van degene binnengegaan die dood wou schieten. En op dat moment corrigeerde de Heilige Geest hem. En zo is die man tot geloof gekomen. Door op die manier een bovennatuurlijke roeping van de Heilige Geest. Maar zijn geweten verontschuldigde hem, want geweten is niet alleen maar aanklagen, maar ook verontschuldigde hem dat vanwege wat die persoon had gedaan, hij nu het volste recht had en in zijn recht stond om dat en dat te doen. Ja, als je kijkt naar situaties van eerwraak of zo, dan denken mensen dat ze het volgens hun geweten juist doen om iemand te vermoorden die de familie eer heeft aangetast. Dus jouw geweten is in staat om jou te motiveren om iets te doen wat voorkomen tegen God ingaat en voorkomen tegen de Heilige Geest ingaat. Want de Heilige Geest zal jou never, nimmer en te nooit in zoiets leiden. Dus dat maakt het geweten tot een heel onbetrouwbaar instrument. En dat het ook twee verschillende dingen zijn, kan je heel mooi zien aan de hand van David. Mooi oud-testamentisch voorbeeld. David wordt in het Oude Testament genoemd een man naar Gods hart.
Maar David heeft wel een paar keer een flinke scheve schaats gereden, om het even maar zo kort te zeggen. Wat hij geflikt had met Bathsheba was nou niet bepaald fraai en niet door God geleid en dergelijke te noemen. Dus wat toen David overspel pleegde met Bathsheba, ja, als je even vergelijkt het eens even met willekeurige, de ergste zonde die jij je kan herinneren over je leven. Maar hij gaat vreemd met de vrouw van een van zijn allerbeste vrienden. Uzia was niet zomaar iemand, dat was iemand die van het begin af aan, terwijl David nog helemaal niets voorstelde en vervolgd was en dergelijke, David gevolgd heeft en echt ontelbare malen zijn leven in de waagschaal gesteld heeft voor David. En op dat moment ook nog bezig was de belangen van David aan het front te verdedigen. Met de vrouw van die persoon pleegt hij overspel. En hij pleegt ook nog, smeet ook nog een complot om die vriend te laten vermoorden, alleen maar om het niet bekend te laten worden. Dus behalve overspel is het ook nog eens een keer echt gruwelijk verraad aan een van je allerbeste vrienden. Nou, hoe zout wil je het gegeten hebben? Dus het is echt gruwelijk wat hij deed. Het was echt niet mis. Maar hoe was zijn geweten aan het functioneren op het moment dat hij dat deed? Nou, het was eigenlijk in die tijd was het heel gebruikelijk voor koningen, dat koningen het recht hadden als ze een oogje op een vrouw hadden laten vallen om zich die toe te eigenen. Dus dat was cultureel, was dat ja, allemaal niet zo kwaad. Dus eigenlijk zit zijn geweten hem te verontschuldigen om iets te doen, waarvan hij eigenlijk op basis van zijn beseffen goed en kwaad wel weet dat het niet juist is. Maar ja, ik als koning heb toch wel bepaalde rechten die anderen niet hebben. Het was in die cultuur helemaal niet zo vreemde gedachte om dat te doen. Dus ja, die denkwijze, gedacht geweten kan je verontschuldigen, het kan je aanklagen en dergelijke. Nou, David pleegt dat overspel, hij laat zijn vriend vermoorden. En God was er natuurlijk helemaal niet blij mee. Het staat ook duidelijk in de Bijbel, deze zaak was kwaad in de ogen des Heren. 2 Samuel 11 vers 26. Maar dan moet je opletten. Dan komt dus profeet Nathan, die komt en die confronteert David met met wat hij gedaan heeft. Ja, die komt met een voorbeeld aan. En David voelt helemaal hartstikke boos vanwege dat voorbeeld. Wat een onrechtvaardige kerel en zo. En die verdient niet in leven te blijven en zo. En dan zegt Nathan, ja, jij bent die vent. Jij bent die kerel die dat geflikt heeft. Nou, David komt tot besef, tot berouw, tot inkeer. En dan schrijft hij de beroemde boetepsalm, psalm 51. En dat is het grappige als je dus, psalm 51 begint met voor de koorleider een psalm van David, toen de profeet Nathan bij hem gekomen was nadat hij tot Bathsheba was gekomen. Die profeet kwam nadat die zoon geboren was. Dus dat betekent minimaal 9 maanden na het overspel. En dan schrijft David in vers 13. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat vind ik een erg grappige zin. Want als ik tegen Jan zeg van neem mijn Bijbel niet van mij af. Heb ik mijn Bijbel dan nog of ben ik hem al kwijt? Op het moment dat ik zeg, neem hem niet van mij af, heb ik hem nog. Als ik hem kwijt zou zijn en Jan zou hem hebben, dan zou ik zeggen, Jan, geef me mijn Bijbel terug. Dus 9 maanden na het overspel, terwijl David met een vervormd, misvormd geweten aan de gang is, op het moment dat Nathan hem corrigeert en zijn geweten eigenlijk weer gezuiverd wordt, gereinigd wordt, weer op de juiste manier gaat functioneren, want David is op dat moment komt hij tot besef wat hij gedaan heeft en is hij helemaal kapot, is hij helemaal verpletterd, hè? Verbroken hart veracht gij niet, verbroken en verbrijzeld hart, zo omschrijft hij eigenlijk zijn emotionele toestand. Maar zelfs dan is blijkbaar de Heilige Geest nog niet van hem weggenomen. En dat vind ik een hele sterke.
terwijl jouw geweten helemaal fout kan zitten, terwijl jouw geweten helemaal op de verkeerde manier kan functioneren, of zelfs als je helemaal verpletterd wordt en overweldigd wordt door je geweten, hoe je geweten op dat moment functioneren, zelfs op dat moment kan de Heilige Geest nog steeds gewoon bij je zijn. Met andere woorden, de Heilige Geest gaat niet op de vlucht of op de loop bij de eerste de beste zonde en stommiteit en overtreding. En dat is hier onder condities van het Oude Testament. Dat zijn veel slechtere voorwaarden en condities als van het Nieuwe Testament. En als er één kenmerk was wat David kenmerkte en verschil was tussen David en Saul, was dat David de tegenwoordigheid van God in de vorm van de Heilige Geest waardeerde. David was iemand die voortdurend de tegenwoordigheid van God erkende, waardeerde, ervan hield, het cultiveerde. Dat is eigenlijk het mooiste woord wat je ervan hebt. Al die psalmen die hij schrijft, dat zijn dialogen, gesprekken in communicatie met God zijn. Alsof God rechtstreeks bij hem is. En ook als David Goliath tegemoet treedt, dan is David zich bewust van de tegenwoordigheid van de God van Israël. Dus David, en dat was waarom David een man naar Gods hart was, want David stelde de tegenwoordigheid van God op prijs. Hij waardeerde dat. En Saul was iemand die was vooral gespitst op de erkenning van mensen. En terwijl Davids versterke punt was zijn waardering van Gods onvoorwaardelijke liefde. En dat was precies wat God hem verweet, ook met Batseba. Dat hij zei van, luister, wat heb ik allemaal voor je gedaan? Je was een herdersjongen, je liep achter de schapen. Ik heb je tot koning van Israël. Wat heb ik je, zelfs zoveel vrouwen heb ik je gegeven. Als het niet genoeg was, had ik je er nog meer kunnen geven. Met andere woorden, Gods grootste verwijt aan hem was weer, waarom heb je niet op mij vertrouwd voor wat je nodig had, maar ging je eigen gang en op je eigen manier je toe-eigenen wat jij dacht dat je nodig had. Dat was eigenlijk wat Gods hart nog het meest bezeerde. Nog meer als zeg maar op zich de overtreding en de fout die hij gemaakt had, die op zich erg genoeg was. Maar dat laat ook zien dat God belang hecht aan de achterliggende oorzaak, de achterliggende wortel, namelijk je God niet kennen, je God niet vertrouwen. Want ook dat wordt in dit voorbeeld heel erg duidelijk. Nou, David had de ervaring wat er met je gebeurt als de geest van God van je weggenomen wordt. Want dat had hij met Saul zien gebeuren. Saul had eerst de geest van God, die was op hem gekomen en die was over hem gekomen. En er was een moment dat Saul echt een overtreding ging en dat de geest van God van hem week. En daar een boze geest voor in de plaats kwam. Dus David had dat meegemaakt. En onder de condities van het Oude Testament was er geen enkele garantie, er was geen enkele belofte van ik zal u nooit begeven, ik zal u nooit verlaten, ik zal altijd met u zijn tot het einde van de tijden. Die belofte was er niet. Dus de vrees die David uitsprak, neem uw Heilige Geest niet van me, was een hele terechte, hele begrijpelijke angst die hij had. Maar zie je hoe zijn geweten hier een hele onbetrouwbare gids is. Eerst verontschuldigt zijn geweten hem zo, dat hij dus door zijn geweten zich verontschuldigt om tot overspel te komen. Vervolgens wordt zijn geweten gecorrigeerd en wordt weer rechtgezet. En dan is hij zo verpletterd en zo helemaal onder de indruk van zijn overtreding, dat hij nu denkt dat hij de liefde en de vriendschap van God verspeeld heeft. Nou, dat gebeurt met ons ook heel vaak, met ons geweten. Soms zet ons geweten ons ook aan om iets te doen. Of je eigenlijk ergens diep in je hart wel weet dat het niet goed is, maar in deze omstandigheden, gezien wat anderen gedaan hebben, wat hier aan de hand is,
ja, is het nu begrijpelijk of heb je nu het recht om dat en dat wel te doen? Nou, en later kom je tot besef van ja, dat was echt helemaal fout. Dat was helemaal verkeerd. En dan zijn we zo overweldigd door ons geweten dat we denken, nou ja, hoe kan God mij nog lief hebben? Hoe kan God mij nog zegenen? Hoe kan God nog iets voor me doen? Allemaal op basis van de stem van ons geweten. Maar het is gewoon ja, een zielsinstrument van jouw besef van goed en kwaad. Jouw besef van wat juist is en niet juist is. Maar dat hoeft helemaal niet zuiver te zijn. Dat is een hele onbetrouwbare gids. Dus het is heel belangrijk om op het moment dat jouw geweten je aanklaagt, om op de eerste plaats te gaan kijken, in overeenstemming met het woord van God, is deze aanklacht wel terecht? Want er zijn heel vaak aanklagen die niet terecht zijn. Maar hetzelfde geldt met verontschuldigingen. Soms verontschuldig je geweten om iets te doen, waarvan je eigenlijk wel weet dat je niet zou moeten doen. Maar eik het dan eens aan het woord van God. Is deze verontschuldiging wel terecht? Heb ik nu wel het recht om mezelf te rechtvaardigen? Heb ik nu wel het recht om mezelf iets te gunnen of toe te eigenen of weet ik veel wat allemaal? Of betekent het van dat ik hierin niet gewoon op mijn hemelse vader vertrouw, die bemachtigd is gewoon om boven bidden en beseffen en denken te voorzien in alles wat maar nodig is en dat in overvloed. Dus dat wat jij denkt, wat is heel belangrijk om het te toetsen aan het woord van God en ook aan je beeld van God. Van, geloof ik nu werkelijk dat God in staat is hierin te voorzien op dit moment, in deze situatie? Of zeggen we, nou, dit is zelfs God te veel. Dit moet ik toch even zelf ingrijpen. Als ik nu niks doe. Ik heb al lang genoeg op God gewacht. Dat was het probleem van Saul. En die komt niet over de brug, dan doen we het zelf maar. Weet je wel, dat is gewoon het probleem van je gemeente. De Heilige Geest functioneert niet en komt en gaat niet bij jou op basis van jouw geweten. Als jouw geweten je aanklaagt, is hij niet verdwenen. En ook als je geweten jou verontschuldigt, is hij ook niet verdwenen. De Heilige Geest, op het moment dat je hem ontvangen hebt, heeft Jezus beloofd, ik zal woning in je maken, ik zal bij je blijven, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. De Heilige Geest is in staat om jou zonder verontschuldiging of aanklacht te leiden in de stappen die je nodig hebt om uit de situatie te komen. Daarin kan een fase zijn en een functie van het beleiden van je zonde. Maar niet om dan de Heilige Geest te overtuigen om weer eens iets voor jou te doen. Nee, het is gewoon het reinigen, het zuiveren, het vrijmaken van jouw geweten. En dat betekent dat op het moment dat, als ik tegen Jan echt een scheve schaats heb gemaakt, en nou, ik kom tot het besef dat ik dat gedaan heb, dan is het belangrijk voor het herstel van de relatie tussen Jan en mij, dat ik naar hem toe ga en gewoon toegeef van, sorry Jan, ik zat helemaal fout. Dat was helemaal onterecht wat ik gezegd, gedaan, weet ik veel wat allemaal heb. Dat is je zonde beleiden. Dat betekent niet dat ik voor de hele menigte moet gaan staan en moet roepen van, ik heb... Nee, dat is tussen hem en mij. Er gaat iets scheef tussen ons. En dan is het belangrijk voor mijn geweten om mij weer vrij te maken, om mij weer vrijmoedigheid te geven, dat ik naar Jan toe ga en gewoon zeg van, sorry Jan, ik was helemaal fout. Of ik dat nu doe of dat ik het niet doe, het is aan Jan om de keuze te maken van, ik vergeef het hem of ik vergeef het hem niet. Maar dat is zijn geestelijk proces. Want als ik afhankelijk ben om mensen te vergeven tot ze mij vergeving vragen, dan blijf ik heel lang gebonden aan situaties. En wat je eigenlijk doet, op het moment of iemand nou om vergeving vraagt of niet, weet je,
jij maakt je vrij van de pijn, jij maakt je vrij van de gekwetstheid door gewoon te besluiten, deze man kent blijkbaar op dit punt zijn God niet, jammer voor hem, ik wel, dus ik vergeef hem. Jij maakt je daarmee vrij. Dus Jan kan dat besluiten om dat te doen. Maar op het moment dat ik zeg maar tot besef kom, ja, dit is niet goed geweest, en ik ga naar hem toe, ik beleid mijn zonde, ik beleid mijn overtreding. Wat er dan met mij gebeurt, is dat mijn geweten ontlast wordt. Maar de Heilige Geest is niet veranderd. God is niet veranderd. Gods gunstbewijzen zijn niet veranderd. Gods genade is niet veranderd. Er is helemaal niets veranderd, behalve de aanklacht in mij. Dat was het enige wat verandert. Maar ik heb het wel nodig. Dat is waarom de Bijbel op een aantal plaatsen zegt, beleid daarom elkander uw zonde, zodat gij genezing ontvangt. Het is niet een voorwaarde die God je oplegt voordat hij jou gaat genezen. Nee, het is de belemmering van jouw geweten, van de aanklacht van jouw geweten, die jou verhindert om met blijdschap en met vrijmoedigheid, oftewel in geloof, te ontvangen wat God voor je gedaan heeft. En dat is de functie die het beleiden van zonde heeft. De Heilige Geest is er niet van onder de indruk. Die kan je wel leiden van dat het nu wel eens een goed moment is om het te doen. Dat het nu wel eens een goed moment is om naar die en die te gaan. Maar als het de Heilige Geest is, dan doet hij dat zonder jou daarbij een veroordeling of een schuldgevoel te geven. Dan doet hij dat door jou te bemoedigen. Door je de kracht te geven om die stap te nemen. Terwijl de aanklacht van jouw geweten, die zegt alleen maar, jij slechterik, jij onwaardige worm, jij kun je je nou een christen noemen en noem maar op. En die geeft je alle veroordelingen die je maar hebben wel, maar geeft je niet de kracht en de moed om de juiste stappen te nemen. Dat doet de Heilige Geest wel. Maar we hebben nu eenmaal dat geweten, dat is er. Dat is gewoon een functie die kunnen we niet uitschakelen, moeten we ook niet uitschakelen. We moeten er alleen op de juiste manier gebruik van maken. En dat is van, hij klaagt je aan, check het op het woord. Hij verontschuldigt je, check het op het woord. En soms ja, moet je daar stappen mee nemen. En soms ook niet. Soms moet je alleen maar je denken over die situatie veranderen. Maar omdat we zo in de kerk, wordt voortdurend op het geweten gehamerd. Voortdurend wordt het geweten aangesproken. Voortdurend wordt het geweten geprikkeld. Voortdurend wordt je aangesproken van, ja, je zou meer dit moeten doen. Je had minder dat moeten doen. Je had hier meer, je had hier zus, weet je. En voortdurend wordt dat geweten geactiveerd en geactiveerd en geactiveerd. En hoe meer dat geactiveerd wordt, hoe moeilijker het is om in geloof te staan. Maar omdat de traditionele kerk er zo'n enorme waarde aan hecht, denken ze dat mensen uit het genade-evangelie, dat die eigenlijk gewetenloos door het leven willen gaan. En dat die geen zonde willen beleiden en dat die maar doen waar ze zin in hebben en al dat soort dingen. Omdat het enige correctie- en sturingsinstrument wat ze kennen is het geweten. Maar de Heilige Geest is een volkomen andere entiteit. En ik had vorige keer ook al uitgezegd, de Heilige Geest is degene die de nieuwe schepping heeft uitgevoerd. De Heilige Geest weet precies, deze was dood in zijn zonden en overtredingen, maar nu is hij met Christus levend gemaakt. Zoals hij is, zo is deze persoon nu in deze wereld. Als jij er niet van overtuigd bent, nou, de Heilige Geest wel. Die weet precies wat hij gedaan heeft. En dat is ook waarom de Heilige Geest een trooster is. De Heilige Geest is een trooster, een bemoediger. Die blijft jou, en daar heeft hij bovennatuurlijke kracht voor nodig, die blijft jou overtuigen. Ondanks dat je hier de fout in gegaan bent en het hier gemist hebt, ben je nog steeds de rechtvaardige van God. Jij bent nog steeds zoals hij is, zo ben jij in deze wereld. De hele wereld om je heen kan eraan twijfelen, je kan er zelf aan twijfelen. De Heilige Geest twijfelt er niet aan.
En daarom is de Heilige Geest, dat is de bemoediger, dat is de trooster. Dat is degene die je onder alle omstandigheden kan zeggen van, gestruikeld, kind, sta op, ik stof je even af. Pleister op de wonden, huppakee, doorgaan. De Heilige Geest is de bemoediger. Dus daar, en het is belangrijk omdat je daaraan moet gaan leren de stem van de Heilige Geest te herkennen. Want de Heilige Geest zal dus never nooit veroordelen. Hij zal never nooit aanklagen. Hij klaagt jou niet aan, maar hij klaagt ook andere mensen niet aan. Het is steeds je geweten die dat soort dingen doet. En de duivel speelt daar natuurlijk heel ontzettend graag op in. Die wil liever je aandacht daarbij houden en niet bij die van de Heilige Geest. He, want op het moment dat je in schuldgevoel en in veroordeling gehouden kan worden, ja, heb je je te pakken. Ben je in slavernij. Of op het moment dat hij je zo kan verontschuldigen om iets te doen wat je niet zou moeten doen, heb je ook te pakken. Want dan kan hij jou gebruiken als een instrument om de verwoestingen teweeg te brengen. Die je eigenlijk niet wil in dit leven. Dus de manier waarop de duivel werkt is ook via dat activeren en manipuleren van dat geweten. Dat is de manier waarop die werkt. Dus daarom moeten we heel alert zijn op, oké. Wat ik nu voel en ervaar, is dat de Heilige Geest of is dat mijn geweten? Je moet gewoon echt leren, en de Hebreeënbrief heeft het op een gegeven moment ook over volwassenen die door oefening hun zintuigen geoefend hebben. Maar dat heeft ook hiermee te maken. Je moet jezelf leren en trainen om het verschil te gaan voelen wanneer is de Heilige Geest die spreekt en wanneer is het je geweten die spreekt. En de Heilige Geest, die kan je gewoon perfect leiden om alles wat er, als er een stap nodig is om die je moet doen om van God te ontvangen, dan weet hij gewoon de weg. Weet hij gewoon precies wat er moet gebeuren. En dat is niet altijd rationeel of verstandig of inzichtelijk of weet ik veel wat allemaal. Soms snapt menselijk verstand er niks van. Maar het is altijd, er is altijd een bepaalde mate van rust bij. Omdat het namelijk nooit met veroordeling te paard gaat. Dus daarom is ook, als je die innerlijke stem hoort of merkt iets, een bepaalde gedachte of aandrang, en er zit een bepaalde rust bij, dan weet je dat het de Heilige Geest is. En die rust is van, omdat er geen angst in is, omdat er geen veroordeling in is, omdat, weet je, al dat soort dingen ontbreekt gewoon in de stem van de Heilige Geest. Mijn geweten is altijd onrustig, op een bepaalde manier. En natuurlijk, de duivel is natuurlijk helemaal erop uit om je buiten je evenwicht te krijgen. Dus dat is je geweten. Iemand hier nog vragen, opmerkingen over? Laten we het geweten verder rusten. En met rust. Een van de belangrijke belemmeringen die mensen hebben om te ontvangen, is dat door, met name ook door religie, een heel diep idee is ingehamerd dat jezelf onwaardig achten of jezelf onwaardig verklaren voor God een juiste houding is naar God toe. Om jezelf tot een onwaardige worm, armzalige worm te verklaren. En natuurlijk, weet je, de duivel en je geweten vinden altijd wel een reden om daar een bewijs van te vinden. En religie heeft dat er enorm ingepompt. Je ziet ook als mensen naar een genezingsrij of een genezingsbediening staan, dan staan ze er met sombere, uitgestreken gezichten in de rij. Zo van zich heel netjes en stijf en bedroefd te gedragen. Dat als diezelfde mensen naar de voetbalwedstrijd Ajax-Feyenoord gaan, wijs spreken, dan is het een en al leven en van yes, we hebben een feestje.
Boemer, je gaat je genezen van God ontvangen. En jij staat er alsof je naar je begrafenis gaat of zoiets. Weet ik veel. Mensen hebben het idee van, om God te benaderen moet je zo'n houding aannemen. Ja. Van, ja, ik ben niks waard. Heer, u bent alles waard. Wie ben ik? Ik stel niks voor. En weet ik veel wat allemaal. En dat zit er heel diep in. De katholieke kerk heeft dat er echt bijvoorbeeld ingehamerd. Ik kom zelf uit de katholieke kerk met dat mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Dat is dan zo'n mantra die dan tijdens de katholieke mis herhaald wordt. En dat betekent van, allemaal mijn schuld, mijn grote schuld, om mijn grote schuld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot me komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Ja, nou, dat is dan. Ja, we kennen hem allemaal. Ja, dan ken je hem nog. En het resultaat, wat je ziet, is dat de meeste mensen zich heel erg onwaardig voelen, maar niet gezond worden. Dus daar klopt iets niet aan. En ze ontlenen dat aan de uitspraak van de hoofdman, die tegen Jezus zegt van, Heer, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal herstellen. Die man zegt niet, ik ben het niet waard. Dat zegt hij niet. Dat heeft religie ervan gemaakt. Hij zegt, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Dat is iets heel anders. Maar Jezus prijst die man niet vanwege zijn onwaardig verklaring. Hij prijst hem vanwege zijn geloof dat één woord van Jezus genoeg is. Dat hij niet meer nodig heeft als dat. Dat is waar Jezus om prijst. Maar religie vertelt je, echt de juiste houding, nederige houding, verhouding, is jezelf vernederen, jezelf helemaal onwaardig achter, jezelf helemaal niks verklaren en zo komen we dan kruipend in alle onderdanigheid naar God toe. Nou, stel je voor dat je kinderen zo naar je toe komen. Maar goed, wat die hoofdman deed met zijn verklaring, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak komt, het was in die tijd een enorme schande voor een Jood om bij een niet-Jood naar binnen te gaan. Dan had je je verontreinigd, dan was je onrein en dan kwam je echt maatschappelijk in een hele kwade reuk te staan. Dus wat die hoofdman eigenlijk deed was heel fijngevoelig rekening houden met die situatie van wat het voor Jezus zou betekenen als hij dus in zijn huis zou komen. En zeggen we, nou, dat hoeft helemaal niet. Spreekt u maar een woord en dat is voldoende. Dat is het enige, de fijngevoeligheid van die hoofdman. Maar voor de rest wordt er in dat hele stuk geen woord over vuil gemaakt. Het gaat het alleen maar over, denkt u dat één woord van mij genoeg is? Nou, zo groot geloof heb ik in heel Israël nog niet tegengekomen. Het is grappig dat er twee personen zijn in de Bijbel die Jezus prijst om een groot geloof. En allebei die personen zijn niet Joden. Dat is namelijk de hoofdman en dat is de Syrofenicische vrouw die Jezus benadert. Eerst onder het mom alsof ze een Jodin is, waar Jezus niet op reageert. Van zoon van David, daar heb zij geen rechten op. Dus daar reageert Jezus niet op, totdat ze gewoon eerlijk wordt. Daar reageert Jezus wel op. En ook haar prijst hij om haar grote geloof. Ze zijn allebei mensen die niet Jood zijn, oftewel mensen die niet onder de wet leven. Onder de wet is het heel moeilijk om een groot geloof te hebben, omdat het je namelijk nooit lukt om die wet te vervullen. Als je denkt dat het daarvan afhankelijk is en dat een voorwaarde is om te ontvangen, dan heb je een probleem. Maar goed, als je weinig van de wet weet, heb je ook weinig veroordeling en weinig, dus kan je makkelijker ontvangen. Dat werkt echt zo. Maar goed, hij wil dus die nederigheid. Religie heeft iets van een valse nederigheid. En de Bijbel noemt het ook valse nederigheid en valse bescheidenheid. In Colossenzen 2 vers 18 lezen we, laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als een ingewijde in wat heeft aanschouwd zonder reden, opgeblazen door zijn vleeselijke denken. En dat hele Colossense stuk gaat dus over mensen die allerlei wetjes en regeltjes houden en doe dit wel en doe dat niet en raak dit niet aan en doe zus niet en weet ik veel wat allemaal.
En noemt dat dan in Colossenzen 2 vers 23. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigen dunkelige godsdienst. Met andere woorden, bij de mensen in de wereld, die denken allemaal dat dat heel verstandig is. Die hebben daar verschrikkelijk veel respect voor. We doen zelf niet aan vasten, maar dat jij dat kan, daar heb ik heel veel respect voor. Dat jij die wilskracht kan opbrengen om te vasten. Ja, mensen waarderen zo de Ramadan, mensen die in de Ramadan houden. Want christenen vasten bijna niet meer in het openbaar, maar goed. Echt veel respect dat jij dat vol kan houden. Zijn eigen dunkelijke godsdienst, mensen hebben het zelf verzonnen. Zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam. Kastijding van het lichaam, echt je lichaam kwellen en dingen ontzeggen. Staat er zonder enige waarde en dat dient slechts tot bevrediging van het vlees. Dat is wat Colossenzen erover uitspreekt, over valse of gewilde nederigheid. Dus niet alle nederigheid en niet alle onwaardigheid is automatisch God welgevallig. Dat mag je hieruit concluderen. Je zou zelfs kunnen denken dat jouw gekronkel door het stof God het idee geeft dat jij niet echt overtuigd bent dat jij door het werk van Jezus volkomen geheiligd en gerechtvaardigd bent. Dat is eigenlijk gewoon een vorm van ongeloof. Om te denken dat jezelf onwaardig verklaren, jezelf vernietigen, dan zeg je eigenlijk, Jezus heeft dat niet volledig gedaan aan het kruis. Nu moet ik nog dat bewijzen door mijn houding van nederigheid en mijn houding van, moet ik dat nog God van overtuigen of zoiets. Dan ga je eigenlijk de aandacht verplaatsen van, maar Jezus heeft het voor me gedaan, naar wat jij moet doen. Dus waar komt het nou precies vandaan? Een kenmerk van vleeselijk denken is, als ik niet zie dat er iets gebeurd is, is het nog niet gebeurd. Dus als ik nog niet zie dat er genezing is, ben ik nog niet genezen. Als ik nog niet zie dat er voorzien is, is er nog niet voorzien. Dat is wat de Bijbel vleeselijk denken noemt. Eigenlijk is dat gewoon zintuigelijk denken. Op basis, wij nemen alleen aan wat waar is, wat we met onze zintuigen kunnen vaststellen. Wetenschappers noemen dat empirische wetenschap. En de zintuigelijke of vleeselijke redenering denkt, oké, als het nog niet gebeurd is, heeft God het dus nog niet gedaan. Wat moet er gebeuren om God zover te krijgen om te gaan doen wat hij nog niet gedaan heeft? En je kan het ook vertalen met, welk muntje moet ik in de Godautomaat stoppen om de gewenste producten uit God te krijgen? Heel plat gezegd, maar daar komt het eigenlijk op neer. Wat moet ik doen om God in beweging te krijgen? Van die muntjes zijn er in de loop van de kerkgeschiedenis heel wat verzonnen. Er zijn allerlei muntjes verzonnen die nodig zouden zijn om God in beweging te krijgen. Je hebt het braaf zijn muntje. Als je maar braaf genoeg bent, je goed genoeg gedraagt, je goed genoeg aan de, dan houdt God van je. Geen aanstoot geven, dan is God blij met je. En dan moet je je leven heiligen. En moet je je leven op orde brengen. En als je dat maar genoeg doet, dan krijg je God in beweging. Dan komt God in beweging. Echt, tot op de dag van vandaag wordt dat ook in charismatische kerken gewoon gepredikt. Dat de Heilige Geest kan niks doen vanwege onze onheilige levensstijl. Als de Heilige Geest niks kon doen vanwege mijn onheilige levensstijl, had hij me nooit tot Jezus kunnen brengen. Want ik weet heel zeker dat ik zocht Jezus niet. Ik heb echt alles gezocht behalve hem. Hij was het die mij zocht. Amen. En het was zijn Heilige Geest die het voor elkaar gekregen heeft. En niets en niemand anders. Dus de Heilige Geest heeft heel wat bewogen om mij in beweging te krijgen, laten we het zo maar even te zeggen. Nee, God is niet onder de indruk van onze heiligheid. Er is niets wat jij zou kunnen doen
wat God niet door de heiligheid van Jezus 2000 jaar geleden al gedaan is, heeft. En er is niets wat jij kan doen wat ook maar in de schaduw van de heiligheid en de rechtvaardigheid van Jezus staat, wat God zou kunnen overhalen om iets te doen wat hij op basis van Jezus nog niet gedaan heeft. Ja. Kijk, dat is ware arrogantie. Ja. Om te denken dat jij door jouw heiligheid en jouw toedoen iets nog zou kunnen toevoegen aan de heiligheid en de waardigheid van Jezus. Maar goed, dit muntje is wijdverspreid. Je hebt ook het toewijdingenmuntje. Als je maar toegewijd genoeg bent, we hebben meer toewijding nodig. Er moet meer gebeden worden. Er moet meer gevast worden. Je moet genoeg getuigen. We moeten meer de deuren langs. We moeten meer getuigenissen afleggen aan de mensen. Je moet genoeg tiende geven. Jan, je moet even stoppen. Ik moet even stoppen.